De Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind, heeft gisteren bij een bezoek aan president Chandrika Prasad Santokhi, waar minister Amoxi van Juspol ook bij was, de samenwerking op justitieel en politioneel vlak tussen beide landen onder de loep genomen. Suriname en Nederland hebben vorig jaar een nieuwe dimensie gegeven aan de justitiële samenwerking, die met het werkbezoek van Weerwind geëvalueerd en mogelijk wordt uitgebreid op diverse gebieden. De Surinaamse regering streeft naar verbetering van de lokale groenteverwerking om Surinaamse groenten geschikt te maken voor de internationale diepvriesmarkt. Tegen deze achtergrond zijn president Santokhi en LVV-minister Seudien door experts van het Nederlandse bedrijf Synergo geïnformeerd over optimalisering van de voedselindustrie en de mogelijkheid om Surinaamse groenten klaar te hebben voor de wereldmarkt. Het ministerie van AWJ zal zijn dependance in Groningen in het district Saramaca vanaf 1 januari 2023 omzetten in een kantoor dat zich richt op de ondersteuning van het directoraat Arbeidsinspectie. Een van de actiepunten is toezien op de naleving van de Surinaamse arbeidswetgeving in Saramaca. Eerder richtte dit kantoor zich op de registratie van werkzoekenden en vacatures en op de bemiddeling tussen werkzoekenden en bedrijven. Minister Stephen McAndrew heeft gisteren in dit kader een werkbezoek gebracht aan het personeel van de dépendance.